Wij gaan over naar de SVB, want vrijdag start de tweede ronde van de Surinaamse voetbalbond. En ja, Flora die speelt zaterdag tegen Interwanica en ja, zij zijn de promovendus. Dus wij zijn op bezoek geweest bij deze vereniging en hebben enkele spelers geïnterviewd over ja, hoe het tot nu toe is in de eerste divisie. Nou, het is een heel goed gevoel. Ik heb minstens 9 jaar lang voor Robinus gespeeld. En ik heb nu de keuze gemaakt om naar mijn thuisploeg te komen. Dus de buurt van waar ik kom, Flora. Ik ben begonnen op Latour. Latourveld. Ik was 8 jaar of 9 jaar. En daar begon mijn passie voor voetbal. En jaren later was het gewoon op Stubila. Bakan Nabal noemt men dat. En daar zag iemand me. Zijn naam is me ontgaan. En vanaf daar heb ik me aangesloten bij SAS. Dat was niet topsexy. Daarna werden we overgenomen door SNL. En ik heb gespeeld tot U20 SNL, jeugd SNL. En daarna was het U20 Leo Victor. Ik heb 2 jaren daar gespeeld. En vervolgens was het Flora. En daar is het echt begonnen. Een uitdaging. Als jeugd ben ik begonnen bij YMCA. Ik speelde toen de U13. Daarna ben ik gestopt. Met mijn 15e ben ik dan weer bij SV Flora gekomen. Ben ik daar gestart met mijn 15e, U20. Bondvoetbal. Dat wil zeggen, we waren toen bij NGVB ingeschreven. En met mijn 22e ben ik dan in het leger gegaan. Daar ben ik beland bij SNL. 2 jaartjes van voetbal voor SNL. Daarna ben ik bij Botopassi gegaan. En daarna ben ik weer bij SV Flora Bolland in de seizoen van 2018. Ja, 2018 ben ik weer bij SV Flora Bolland. De ploeg van Flora die heeft hun debuut gemaakt in de hoofdklasse. Hun eerste wedstrijd verloren ze van SNL met 3-2. We vroegen aan het trainer Rodney Oldenstam of hij verrast was met deze uitslag. Ik zou niet zeggen verrassend. Voetbal is eigenlijk een spel dat verrast. Wat we wel gemerkt hebben is dat het fysiek aan toe gaat in de eerste divisie. En waarschijnlijk moesten ze daarna aan wennen. Maar we komen terug. Nou, voor mij was het een wedstrijd die ik na bijna minstens 2 maanden weer een officiële wedstrijd heb gespeeld. Dus voor mij was het iets zwaar, maar het lukt wel door te trainen. En we gaan voor het beste. De eerste wedstrijd is ons, moet zeggen, is onze lesgeld geweest in de hoofdklasse. Dus het moet lukken bij de volgende wedstrijd. Als groep moeten we minder gaan praten en meer gaan werken. En persoonlijk, tegen mezelf, moet ik gaan werken aan mijn conditie. Maar ik ben blij dat we na de wedstrijd hebben we geëvalueerd. En dat we de punten hebben gezien waar we minder waren. En u ziet het zelf, vanaf vandaag werken we aan die punten. Zodat we het beter doen in de volgende wedstrijd. Yes. We hebben de wedstrijd tegen SNL gezien. Mogen we grote veranderingen verwachten? Vooralsnog niet. We gaan verder aansleutelen. Wat meer scherpte inbrengen. En dan moeten we verder komen dan dat van tegen SNL. U zal zien, de tweede helft die was veel en veel beter. Dus waarschijnlijk vertrekken we van daaruit. Dit weekend speelt de promovendus tegen Interwanica. Een ploeg die vorig seizoen op de 6e plaats eindigde. De wedstrijd wordt live uitgezonden op ATV. Maar wat verwacht Flora van deze partij? Kijk, we hebben geen glazen bol. Wat wij weten is dat we ons uit duur gaan verkopen. En we er alles aan doen om onze eerste punten binnen te halen. En elke wedstrijd is een andere wedstrijd. Misschien kan iets anders een rol spelen, die wedstrijd. Maar laat me het gelijk zeggen, is onze eerste keer in de hoofdklasse. En elk wedstrijd is een andere wedstrijd. En elk wedstrijd gaan we weer evalueren wat we beter moeten doen. Elke sporter heeft ambitie. Een van de grootste daarvan is uitkomen voor de nationale selectie. Wat vindt Damiendo Plein daarvan? Nou, bij zaalvoetbal heb ik het al gedaan en het was een geweldige ervaring. Ik heb ook intussen gescoord tegen Curaçao. En veldvoetbal zou ik het graag willen doen. Maar
Mijn leven is enorm druk geworden, dus ik zit ermee. Maar even occasie komt, sowieso gaan we het doen voor ons land. Ja. Flora is een ploeg die vorig seizoen op de tweede plaats is geëindigd in de tweede divisie. En is op die manier gepromoveerd naar de hoogste klasse in Suriname. Wat zijn de doelstellingen voor deze compa? Nou, top 6. Om eerlijk te zijn, het is ons eerste jaar. Ik zeg, we gaan voetballen. We gaan voetballen, dus sowieso binnen de top 10. Dat is wat ik zie. Kijk, dat is een stappenplan. Hè. Je komt in een klasse hoger, dus je gaat alvast voetballen. Dat is het meest belangrijke. En along the way zullen we doelstellingen bijstellen als het moet.